Heb je ooit je vriend gekust? What the f***? Hoi iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik met... Alexis. Hi. Zoals... Okay, ga verder, kijk gewoon naar je. Zoals jullie waarschijnlijk aan de titel zien, gaan we vandaag de Never Have I Ever tag doen. Ik heb jullie op Instagram gevraagd om vragen te stellen. Zoals bijvoorbeeld, nooit heb ik... ooit heb ik geplast... In de wc. Heb je ooit geplast in de wc? Nee, ik pas altijd in de douche. Oh ja, ik ook. Same. Goals. So, let's go. Never have I ever gelogen over mijn leeftijd. Ooit. Sowieso. Ooit. Iedereen heeft dat gedaan. Ja. Iedereen heeft gelogen over zijn leeftijd. Heb je ooit iets van je moeder kapot gemaakt? Geen idee. Wacht, nadenken. Oh ja. Oh my god. Jesus oh ja, Christ. Wel, ja. Ooit, ja. Ja, wat heb jij kapot gemaakt? De wasbak. Ik ging erop leunen. Hoe heet, hoe heet dat ding boven het fornuis? Boven het fornuis? Oh ja, zuig... De zuig... Zuigkap. Ja. Ja, de zuigkap heb ik ook kapot gemaakt. Ik ging ook op leunen. De tv. Haar autosleutel. Oh my god. Genoeg dingen. Maar ze houdt nog steeds van worden. Nou, wat ik kan herinneren dat ik kapot heb gemaakt is... dat was een... ik was 7 of zo en ik had poeder van mijn moeder gestolen zodat ik met haar mee kon spelen, maar het was kapot gevallen op haar bed en tot deze dag zit er nog een rode vlek op haar matras, maar ze weet niet waar dat door komt. Maar het is haar make-up. Waarom ben je zo mooi? Nou, dat hoort niet bij deze tag eigenlijk, maar... Eigenlijk niet, maar oké. Okay. Wat zou je daarop zo moeten antwoorden? Ik vind iedereen mooi, trouwens. Iedereen is gewoon mooi, op zo'n manier. Het gaat niet van buiten, het zit binnen. En zolang je een lief persoon bent, een goed persoon, dan ben je mooi, vind ik. Ja. Als je mij kan laten lachen en je bent een heel aardig persoon, dan vind ik je sowieso mooi. Never have I ever een scheet gelaten bij bezoek op de bank. ik nooit. Nooit. Jij wel? Ik. Zo nasty. Het was niet echt expres, het ging per ongeluk. Ik was aan het lachen. En je weet wanneer je echt aan het lachen bent. En een beetje gaat het niet zijn. En dan weet je, het stinkt. Yeah. En weet je wat je doet? Je geeft het schoon aan de personage. Ja. Ik heb nog nooit seks gehad op de wc. Ofwel. Ik nooit. Want dat is een beetje raar. Ik ook niet. Iedereen verwacht dat van mij, maar nee. Nee, fuck off. Echt niet? Nee, tuurlijk niet. Never have I ever snot gegeten. Never. Nooit. Jij? Doe normaal. Ik was klein. Wie nou niet? Zo'n nest. Ik niet. Zo vies. Hij ligt zo erg. Hij was zeker die vieze kindje in de hoekje die lijf eten. Maar oké. In ieder geval. Ik heb nooit snot gegeten. Ik heb snot gegeten toen ik klein was. Als je klein bent, doe je dat geen proeven, je weet al. Hoe proef dat? Weet ik veel, zuur denk ik. Ja. Heb je ooit gehuild om een meid of om een guy? Ja, sowieso. Ja, ik ook. Ik weet niet. Heartbreak is gewoon niet fun, oké? Je moet gewoon soms huilen om je gevoelens te uiten en gewoon weer op het rechte pad te komen. Bij mij is het om mijn ex. Na 2 jaar lang, dan raak je het je wel, zou ik zeggen. Ja. Ik ben oké nu, doen. Dus. Met toch één, toch? Nee. Never have I ever... heb je ooit drugs gedaan? Wat lach je? Heb je ooit drugs gedaan? Nee. Moet je het doen? Oh, fuck it. Ja, ik heb ooit drugs gedaan. Wie echt? Dan niet? Ja, wiet. Ik heb nooit Molly genomen of echt die pillen. Ik heb nooit pillen genomen of zo. Mm. Maar ik heb wel... Heb ik wiet gedaan. En de eerste keer dat ik het deed, werd ik niet stoned. Ik was gewoon normaal. Maar de tweede keer dat ik het deed of zo. Ik was weg. Ik was echt weg. Ik kon mijn eigen voeten niet meer voelen. Mijn eigen handen. En ik had alleen maar honger. Nou, ik ben er echt bang voor. Want ik. Ja. Plus, ik was echt geil. Ik was echt geil. Maar heb ik ooit iets gedaan waar ik spijt van heb gekregen? Waar ik later spijt van krijg? Sowieso. Wauw, even kijken. Ik zit na te denken. Tuurlijk heb je ergens spijt van gehad. Denk ik wel. Nou, ik had spijt van dat ik mijn haar had geknipt. En waar heb ik nog meer spijt van gehad? Dat eigenlijk. Dat ik mijn haar heb geknipt. Voor de rest heb ik nergens spijt van. Want als je geen fouten maakt, dan leer je ook niks. Oh ja, ik heb wel spijt. Ik heb er spijt van dat ik naar het casino ben gegaan.
En ik zou alleen spelen met 10 euro. En ik had 20 euro gewonnen. En uiteindelijk was ik 60 euro kwijt. Hoe dan? Ik was alles gelijk verloren. Ik was die 20 euro verloren en die 60 euro van mij. Daarom nooit gokken, jongens. Dit is misschien een klein beetje. Pardon. Dit is een lesje van Kerk. Nooit gokken. Nooit. Heb je ooit je vriend gekust? What the f... ik denk ik bedoel met vriend. Je vriend. Nou, fuck no. Nooit. Zou ik dat doen? Heb jij ooit een one night stand gehad? Nee. Jij? Nee, nooit. Ik heb nooit een one night stand gehad. Zou ik nooit doen. Och, en ik wil vragen. Want niemand heeft goede vragen. Zoveel vragen. Ja, want ik wil graag weten van je. Heb jij ooit iets in je mama's bed gevoeld? In haar bed? Ja. Ik heb dat ooit gedaan. Hoe heb je gevoeld in je moeders bed? Mama's bed of papa's bed. Ik dacht dingetje doen daar zo, maar dan dingen anders. Met iemand anders? Ja. Oh no, hell no. Ik wel. Echt? Nee. Nee, wat een liegen. Weet ik veel. Heb je ooit je bil haar geschoren? Deze guy. Maar ja. Echt? Heel veel guys hebben bil haar en dat moet je schelen. Why? Voor wat? Ik heb het geschoren toen ik in Frankrijk was. En weet je wel, ik ging zwemmen. Mm. En het was een beetje boven mijn zwembroek. En dat was echt lelijk en dat wilde ik niet. Dus ik vroeg... Oké. Nou, dit was het einde van de video. Vond je het leuk, Alexis? Ik vond het heel leuk. Ik hoop dat deze video veel likes gaat krijgen. En deze guy... Like en subscribe. En dank je voor het kijken. En geniet van jullie dag of slaap lekker. En bye bye. Nou, nu heb ik eventjes haar wenkjes gedaan. En omdat we dezelfde huidskleur hebben, bijna hetzelfde. Ik ben dus bruin. Bijna hetzelfde. Deze foto, en dat hebben jullie massaal gedaan. Oh fuck. Dus laten we maar beginnen. Deed je auditie voor SpongeBob? Fuck. Lijk ik op een vis? Of op een spons? Oké, heel veel mensen hebben...